In deze oefening gaan we het even hebben over het instellen van het curvetoer. We gaan naar het pipetje hier om het zwart aan te geven en we dubbelklikken erop. Er opent zich hier een venster waar we de instellingen kunnen veranderen. Door onze lerares Karin werden volgende waarden opgegeven. De C hier moet worden 90%. Een mangaan op 85%. De yellow op 87%. En we drukken dan op OK. We doen hetzelfde hier met het wit pipet. Daar zetten we 2%. Hier 1%. En daar zetten we ook 1%. Je ziet dus dat onze waarden van 2,55 allemaal veranderd zijn. En dit gaan we dus aannemen dat dit juist is. We drukken op OK. En onze curvetoer is dus ingesteld. We zien dus dat we hier deze nieuwe doelkleuren kunnen opslaan als standaardwaarde en we zeggen ja. Dit was dus gewoon de oefening voor het instellen van het curvetoer.